Welkom terug. Ik ga het vandaag hebben over iets wat vaak voorkomt bij planten. Peperplanten, tomatenplanten, er zijn nog heel veel andere soorten. En het heet edema's, ofwel eodema's. Het heeft nog een andere naam, maar ik zal hier toevoegen. Wat is het eigenlijk? Dit is dat de onderkant van de bladeren, dat je daar bij de nerven voornamelijk eigenlijk gewoon puntjes ziet. Witte punten, ik weet niet of ik hier toevallig iets heb. Het ziet er een beetje bobbelig uit. Hier druk ik er eentje. Het komt vaker voor bij planten in tenten, het komt vaak voor bij planten in hydroponics. Maar de plant die neemt gewoon via de wortels te snel de water op en de planten kunnen niet snel genoeg transpireren of wel verdampen genoemd. Dan zie je gewoon dat de cellen knappen naast eigenlijk de nerven. En voornamelijk hier bij de verdikkingen zie je dat het meeste. Je hebt er hele extreme voorbeelden van, ik zal die even toevoegen, hier kun je het ook zien. Maar deze plant heeft er eigenlijk vrij weinig last van, want in mijn grootent, groeitent, hoe je het wilt noemen, heb ik een ventilator staan die continu lucht over de bladeren heen blaast. Dus dat neemt ook het vocht weg. En daar zit gewoon voldoende circulatie in, ondanks dat de plant volledig in water staat. Want, ja, hij staat volledig in water. En zoals jullie zien, de wortels zijn ontzettend mooi en schoon en ze zijn gigantisch lang. Dus deze plant heeft er vrij weinig last van. Edema's, het komt gewoon voor. Het is gewoon iets wat natuurlijk is en voornamelijk als je binnenkweekt in een vochtige omgeving, dus een kweektuin of wat dan ook. Het komt trouwens ook voor bij planten in de potgrond en het komt ook voor bij planten in de volgrond. Dus daar wilde ik het vandaag over hebben. Als eerste bij planten in pot, zorg dat de potgrond die je gebruikt voldoende materiaal in zit dat water goed weg kan lopen, dus voldoende drainage ervoor zorgen. Dan kun je door vermiculiet, perliet, kokervezel aan de potgrond toe te voegen, kun je ervoor zorgen dat de potgrond lekker luchtig blijft en dat vocht snel genoeg weg kan vloeien. En ook voor de mensen die binnen potgrond gebruiken, zorg voor hetzelfde. Zorg voor voldoende perliet, vermiculiet, koko of wat ook je gebruikt voor die drainage. Want, en zorg ervoor dat er voldoende beweging is, dat er voldoende ventilatie is, dat er gewoon continu een ventilator blaast over de bladeren, want dat zorgt ervoor dat er gewoon de vocht van de bladeren afkomt. Bij planten die in de volle grond staan, zie je dat heel vaak voorkomen bij planten die te dicht op elkaar staan, want planten die dicht op elkaar staan, die creëren een te grote schaduw, waardoor er eigenlijk gewoon niet voldoende verdamping plaatsvindt. Wanneer de grond te vochtig is, dan zie je gewoon echt dat die plant gewoon echt moeite heeft met opnemen. En dan zie je dat hetzelfde effect, dus dat de bladeren dus allemaal van die spots gaan krijgen. En dat de onderkant bij de nerven allemaal celletjes en knappen zijn. Nogmaals, het lijkt op mijten. Het heeft nogal, het lijkt wel op meerdere dingen. Maar zolang jij het met een wattenstaafje er niet vanaf kunt schrapen, dus eigenlijk als je eroverheen gaat, dan is het echt een eodema. Of eodema's. Het is gewoon, het is natuurlijk iets. En het is gewoon. Het ziet er irritant uit, zal ik zo zeggen. Maar het doet eigenlijk vrij weinig tegen de plant. Nogmaals, de plant groeit gewoon verder. Het is gewoon een beschadigingetje. En hetzelfde met alle andere beschadigingen. Planten groeien er wel overheen. Het houdt niet echt de plant tegen van groei of zo. Maar zorg gewoon dat er voldoende drainage is. Zorg ervoor dat er gewoon voldoende ventilatie is. Maar hetzelfde geldt nogmaals voor planten in de volle grond. Zorg dat de planten voldoende ruimte hebben voordat je een andere plant neerzet. Zorg er ook voor dat de grond zelf luchtig is, zodat het water gewoon weg kan lopen wanneer het nodig is. En dat de planten niet te veel schade creëren, dus wanneer ze te dicht op elkaar zet. En er is gewoon geen open ruimte tussen waar licht tussen kan komen. Dan zie je gewoon echt dat die grond te vochtig blijft en vaak ook dus echt problemen veroorzaakt. Voor mensen die in potten kweken, dus ik heb het dan over planten in potgrond, niet in hydro, maar planten in potgrond, die gebruiken vaak schaaltjes rond. En dat is op zich wel goed om het op te vangen, maar het probleem is plastic potten, als je er een schaaltje om gaat zetten en het waterniveau is hoger dan de gaten die aan de onderkant zitten, dan kan die bak zich soms vullen met water, ook al is het schaaltje maar zo hoog. Dat is dezelfde methode waarbij ze dus van die waterbakken voor kippen voor gebruiken. Dat schaaltje dat blijft maar vol water zitten, maar de bak zelf kun je volledig vullen met water. Dus zorg dat er ook gewoon voldoende openingen zijn aan de zijkanten. Daarvoor is een rootpouch dus heel erg interessant, omdat de rootpouch
het behoudt zijn vocht en er kan zuurstof doorheen. Dus die wortels die drogen zichzelf op een gegeven moment uit. Ook al zet je daar een schaaltje met water onder, je ziet gewoon dat het schaaltje gewoon niet de groei belemmert of wat dan ook. Het houdt gewoon een beetje vocht was voor wanneer het nodig is. Maar over het algemeen blijven de wortels lekker vochtig, maar niet zeikers nog. Oké, we zijn dus nu in de groeitent en er is hier natuurlijk ook één factor wat dus edema's, eodema's, oedema's, hoe je het wilt noemen, kan veroorzaken. En dat zijn de lampen. Fluorescent licht, dus TL-buizen, T-neons, die dingen allemaal, die verminderen de kans op edema's. Maar full spectrum lampen kan bij bepaalde soorten dus problemen veroorzaken in de bladeren. En dat is geconstateerd geworden door Michigan State University. Die hebben dus, een paar honderd tomatenplanten, early girls volgens mij, gekweekt. En hebben ze dus in hokken neergezet. Ik zal hier de formule plaatsen. En dat hebben ze dus de planten getest onder bepaalde kleuren. En voornamelijk de planten die met rode tinten aan het groeien waren, dus onder spectrumlampen met veel rode tinten, die zagen ze dat er voornamelijk dus edema's veroorzaakt waren door de lampen. En bij alle kleuren kwam het eigenlijk een beetje voor, behalve bij de fluorescent lights en bij de TL-buizen, bij de T-neons die gewoon echt wit licht geven. Daar viel het dus eigenlijk best wel mee, dus eigenlijk tot niet. Hetzelfde ook wat ik dus een beetje had. Je hebt wel een beetje, maar het is niet dat het gewoon extreem is. Maar bij spectrumlampen komt het dus regelmatig voor. Ik zeg al jaren, spectrumlampen zijn goede lampen als je kwaliteit koopt. Maar dan moet natuurlijk wel helemaal uitgezocht worden van hoeveel is er rood, hoeveel is er blauw, hoeveel witte lampen zitten erin. En wil je volledig porno licht hebben of wil je gewoon wit licht hebben? Dus ondanks wat ik al jaren zeg dat spectrumlampen duur in aanschaf is, goedkoop in verbruik is, maar als het kapot is ben je weer duur in aanschaf, heeft het ook nog een keertje een volgend probleem. Het kan edema's of andere bladproblemen veroorzaken. Het is wel echt een serieus probleem bij peperplanten, bij tomatenplanten, bij allerlei planten eigenlijk. Alleen voornamelijk wanneer je in indoors werkt. Maar nogmaals, het komt ook voor buiten. Het komt ook voor bij planten in pot. En het komt ook voor bij planten in de volle grond. Dus het is niet uniek in een tentomgeving met hydroponics. Nee, het komt bij alle planten voor. En alles heeft natuurlijk zijn eigen reden. Maar zolang jij zorgt dat er voldoende verdamping plaats kan vinden door de ventilator, of dat je gewoon de gaten openmaakt of zorgt dat de luchtvochtigheid lager is dan 72. Maar nogmaals, ze komen bij iedereen een keertje voor. Je moet ook niet tegelijk schrikken dat je insecten hebt of dat je gewoon mijten hebt of wat nou. Probeer gewoon met een wattenstaafje eroverheen te wrijven over de nerf. Komt het er vanaf, dan heb je waarschijnlijk inderdaad mijten. Blijf het zitten en kun je het echt niet verwijderen, dan heb je waarschijnlijk edema's, oedema's, eodema's of hoe ze ook heten. Dus gewoon het is iets wat vaker voorkomt. En nogmaals, het ziet er vreselijk uit, maar een plant groeit er gewoon verder op door en een plant functioneert verder. Dus ondanks dat het extreem is, doet het eigenlijk vrij weinig. Tenzij je hele plant vol zit. Dat is een ander verhaal. Maar dat was het. Dus tot de volgende keer.